Hallo jongens en meisjes, welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag een nieuwe Minecraft video, aflevering 18. Dus vergeet zeker niet te liken, te abonneren, hier beneden, klik op het belletje dat je nooit die video mist. Of vergeet, en jongens en meisjes, vandaag gaan we iets maken. Wel ja, gaan we iets verplaatsen. En ja, dat is dat blauw prachtig ding daar. Ik ga het wegdoen, want er komt daar een huis te staan. Eigenlijk mijn villa. En dat is een van de dingen dat ik wou zeggen dat we vandaag gaan doen. En ik heb hier nog een nieuwe hond. Ja. Laat een naam achter in de reacties. Want ik weet nog geen naam voor deze hond. Ja, hier hebben we Gilbert en dan hier Henk. Ik heb die Henk gevonden. Hè. Ik heb de hond gevonden daar zo. Je ziet die waterval. Hè, zo daarnaast. Zo daar een zwarme pointer staat. Daar. Dus ja, ik was klei aan te hakken voor mijn bricks. En ik ga mijn huis maken uit bricks. Cobblestone, stairs en walls, quartz slabs en smooth stone en birch planks en stone en kist. De kist is voor alles in te houden. Maar laten we dan beginnen. Oh, wanneer is het nacht? Ik kan mijn bed wel meedoen, want anders, anders gaan we daar staan en hebben we geen bed voor de zekerheid. Dus laten we dan maar gewoon. Oké, dat was niet de bedoeling, maar. Laten we dan maar naar boven gaan en mijn Lego blok wel eigenlijk wegdoen. Dus let's go. Oké, jongens en meisjes, ik ben boven. En jullie denken waarschijnlijk, oh nee, de heilige Lego blok gaan we nu nooit meer zien, nooit meer terugzien. Wel, jongens en meisjes, dat is niet waar. Want ik zal een specifieke plek maken voor de Lego blok, maar hier niet. Want ja, ik ga hier nu iets bouwen. Hopelijk verstaan jullie dat. Maar de Lego blok komt terug. En ik moet zeggen, hij komt groter terug. Hij komt groter terug. Ik heb wel de vloer weggehaald. Dus daar hebben we geen last van. Dus laten we gewoon even al dat wol weghalen. Dat zou wel simpel moeten zijn, hopelijk. Duurt niet te lang. Weet je, ik ga eerst deze bovenste dingen doen. Noppen eigenlijk. En dan ga ik gewoon de rest off camera doen. En dan ga ik gewoon zulke kleine, een kleine knip maken in mijn video's. Of ja, in mijn video. In mijn video's of video. Wat zei ik nu net? Ik snap het zelf niet meer. Nu ga ik een kleine knip maken dat ik de Lego blok heb weggedaan. Dus ik probeer dan op dezelfde blok te staan zoals nu. Dus let's go. Oké, jongens en meisjes, mijn Lego blok is compleet weg, zoals je kunt zien. Zoals ik zei, ik ga mijn Lego blok terug opnieuw maken, maar dit was niet echt de perfecte locatie, want ja, al dat sneeuw. Ja, nu heb ik dit probleem dat ik al het sneeuw moet wegdoen, maar zo gefixt, hopelijk. Eigenlijk, nee, ik moet het niet allemaal wegdoen, want als ik blokken plaats, gaat het toch sowieso weg. Maar ik kan eigenlijk zeggen waar ik mijn Lego blok ga maken, en dat is daar, letterlijk. Daar. Ik ga een eiland maken en daarop gaat de Lego blok staan. Net zoals wel de eiland van de kubus van op Fortnite. Zoiets, maar dan niet in de lucht, maar dan op het water. Dus dat zou wel redelijk cool zijn. En nu ben ik aan het denken, wacht, ik heb al sowieso mijn muren, maar voor wat zou ik mijn grond doen? Ik denk de quartz slabs dat ik heb gedaan voor de Lego blok, maar dan ook nog met in combinatie met. Oh, dat was niet de bedoeling. In combinatie met de smooth stone. Dus laten we dat dan maar doen. Hopelijk gaat de sneeuw dan wel weg. Want dat gaat weg. Oké, dus als we dan dit of de vloer eerst doen. En de volgende video, daar kan ik ook wel een kleine sneak peek voor geven. De volgende video heeft ook iets te doen met huis. Maar ook weer niets. Totaal anders. Hopelijk gaan jullie dat een leuke video vinden. Ik heb meerdere video's om te maken. Meerdere ideeën om in één video te stoppen. Maar ik denk dat dat niet wel gaat lukken. Maar er is een idee. Oké, om een grot te maken. Een doodnormale grot. Ze weten wel dat je soms hebt in Minecraft. Bijvoorbeeld een voorbeeld van een grot heb ik ergens in de buurt een grot. Hieronder is er een grot. Zoiets. Gewoon compleet zoiets. Oh nee. En we hebben net geen genoeg slabs. Een grot te maken.
En dan daar nu mee eigenlijk een doorgang te maken naar een andere grot, dus eigenlijk een mysterieuze grot. Hoe dat ik het ga noemen, dat weet ik nog niet. Eigenlijk weet ik het wel. Maar ja, ik ga het gewoon verklappen, oké? Ik ga de Batcave maken, a.k.a. de Lego Cave. En die komt ook, kijk, naar nog meer wol. Ja, de Lego Cave, a.k.a. Batcave, gaat eigenlijk onder mijn villa zitten. Zoals Bruce Wayne eigenlijk doet met zijn Batcave. Dus ik ga nog een mechanisme vinden, zodat ik een blauw wol heb of een unblock. En ik druk dan een knop in. En gaat er zo'n piston open, bijvoorbeeld hier of zo. Maakt me niet uit. Ergens gaat er dan een deurtje open, waarmee ik dan naar beneden kan. En ik had nog niet genoeg kwartsblokken. En ik wil dat mijn huis wel redelijk groot is. Dus wat gaan we doen? Ik dacht misschien met de smooth stone zo de omheining doen. Niet zo, maar de grond van de omheining. Zo dit. Ik kan het wel tonen, dit. Maar ik denk dat we niet genoeg smooth stone daarvoor hebben. Dus wat zat ik te denken? Misschien, allee, ik ga sowieso nog... Oh nee, nu dat ik erover nadenk. Ik moet nog naar de Nether gaan. Voor dit te completen. Maar dat wel vinden, oké. Okay? Misschien kan hier de luik komen. Allee, de piston, sorry. Ik kan even niet op de naam komen. Misschien komt daar de piston, dus we gaan de bricks gebruiken voor de muren. Ik bedoel, niet zo erg dat ik geen mooie omheining heb. Zo, de onderkant van de omheining. Maar veel maakt dat niet echt uit, want je ziet het toch niet. En dat is meer voor de decoratie dan voor iets. Dus, oké. En als we uit bricks lopen, dus als ik geen bricks blokken meer heb, dan heb ik altijd wel klei, maar nog meer wol, oké. Dan heb ik nog meer klei in de zee, of ja, in de oceaan. En dat is net achter mij. En dat is daar. Dus daar de oceaan. En ik heb ook natuurlijk nog wat klei daar in die rivier. Het is nog genoeg klei waarmee ik dan bricks kan maken. Dus daar zijn we oké mee. Daar, als dat misloopt, dan is dat niet zo erg. Oké, maar de trap moet ik dan ook nog veranderen. Dat dat eigenlijk meeloopt naar het huisje. Het huisje, oké. Ik denk dat dit wel lukt. Ja. Ik kan wel even deze torch wat dichter zetten, want ik wil niet dat hij dan, stel dat ik hem dan kapot maak, dan niet uit van de berg valt. Maar oké, hier moet er dan een deur komen. Oké, dus we gaan al dit doen. Ik wil ook wel glas erin, zo geen blokkig glas, maar zo, hoe noem je dat glas alweer? Ik ga snel kijken bij crafting table. Waar staat het al hier alweer? Ah, is ook glas. Glaspane. Dus als ze dat kunnen gebruiken, dan zou het wel tof zijn. Dus ik zou bijvoorbeeld 2 zo doen. Zou het lukken? Of ja, nee, misschien 1. Voilà, hier 1. Voilà. En als ik het nog niet heb gezegd, dit wordt mijn villa. En ja, eigenlijk als jullie denken, een villa is een huis. Dus dat mooi prachtig ding daar gaat weg moeten. Ja, ik ga die dan uiteindelijk op het einde van de video moeten verbranden. Dus sorry daarvoor. Milan heeft het gevraagd. Wel, als jullie iets vragen aan mij, dan ga ik het wel doen. Bijvoorbeeld, maak bijvoorbeeld een eiland met je Lego blokken. Dan ga ik het doen. Maar ik heb nu al in gedachten dat ik het ga doen. Dus ik ga het dan sowieso doen. En Milan had gezegd, ik vind je huis niet mooi. Verbrand hem. En ik vond eerst van... Wel, dat is niet zo prettig, maar oké, ik bedoel, stel dat er nog binnen, ik denk nu vooruit, stel dat er nog binnen 2 jaar een nieuwe survival komt of zo, weet ik veel, kan ik altijd mijn huis laten staan. Dus ik luister naar jullie, oké? Dus terug naar het villatje, oké. Dus hoeveel willen we hier? Ik denk dat we dat gewoon wel, zou het dan mooi zijn als we dat gaan blokkeren met blokken of nee? Ik denk 4. Oh, voice crack. Dat klopt wel. Ja, eigenlijk klopt min of meer. Maar jongens en meisjes, hopelijk zijn jullie niet boos dat ik mijn huis ga verbranden. Maar ik ga daar wel de mijn, alleen zo cobblestone
stukje van maken en dan gaat het dan met mijn zijn. Dus met mijn gaat nog oké zijn. Ik ga er dan natuurlijk ook nog mee minen en zo. Maar hopelijk zijn jullie niet boos. Ik versta, misschien is mijn huis wel een van de bekendste dingen. Misschien in mijn survival. Of misschien was dat mijn Lego blok. Maar de Lego blok komt terug, oké. De Lego blok komt terug. Misschien mijn huis niet. Maar hopelijk zijn jullie niet boos, oké. Ik wil ook proberen dat iedereen van mijn survival geniet. En als je vragen hebt of dingen dat ik moet maken in mijn survival, laat het achter in de reacties. En ja, dus we gaan terug voortdoen met ons huis. Hier hadden wij wel een hoek. Dus oké, dus dat zit wel een beetje raar mee, want het is een beetje oneven. Oh, dat was niet de bedoeling. Oh ja, en ik, Emeriek had ook gevraagd, noem een houten pickaxe hakker van Lego. Ik dacht, deze pickaxe heb ik geen chance. Ik had die ook de vorige video mee. En wel ja, de hakker van Lego is nu uiteindelijk een iron pickaxe geworden. En ik vind het wel leuk, want de hakker van Lego is nu een redelijk sterke pickaxe. Efficiency 4 en breaking 3. Dus redelijk sterk vind ik toch zelf. Wacht wat, klopt dit wel? Klopt dit wel allemaal? Een vraagteken in mijn hoofd. Ik denk niet, maar ja, wij lopen bijna uit bricks blokken. Eens wat we nog kunnen doen is dit, dit, dit en dit. Oh nee, weet je, nee, dit is niet mooi. Dit is echt niet mooi. Ja, ik wil dit wel misschien 3 hoog hebben. Zo mijn, dan mijn eerste vloer, dus mijn, deze vloer eigenlijk gaat dan eigenlijk een 3 blokken hoog, zo 1, 2, 3 of 4. 4 à 5 blokken hoog komt met de eerste verdieping. En ik wil niet hoger dan 1 verdieping, misschien een klein zoldertje. Maar ja, zo ziet er al wel redelijk goed uit. Ik ga dan wel die laatste blokken nog plaatsen. Maar ja, ik heb nog steeds het gevoel, misschien zijn jullie boos aan mij, sorry voor mijn huis. Maar ik zeg, laat dingen achter in de reacties. Ik zal ze dan misschien waar laten maken. En zal ik ze in de survival maken. Bijvoorbeeld maken, weet ik veel, Lego mannetje. Dat gaat wel heel lang duren, maar als jullie dat willen, dan ga ik het proberen, oké? Okay? Dus laat het achter in de reacties. Ik heb geen bricks blokken meer, dus ik ga meer klei gaan halen in de rivier. Dus ik zie jullie straks. Ja, let's go. Tot straks. Oké, jongens en meisjes. Ik ben terug hier bij mijn villa tussen haakjes. En ja, nu ga ik mijn laatste blokken plaatsen. En ik heb nog wel bricks. Maar ik denk dat dat niet de laatste blokken gaan zijn natuurlijk. Want ik heb natuurlijk ook nog mijn eerste verdieping dat ik moet doen. En zou dat hoog genoeg zijn, denk je? Als ik nu, ja, dit is nog veel te klein. Dus ja, ik denk wel dat dit goed genoeg zou zijn. Dus we gaan dit allemaal verbinden. Ja. Oké, dus we gaan dit laatst nog doen. En dan dit. En dan hebben we weer bijna niet genoeg. Ah, ja, caramba. Oké. We hebben nog, of we zouden nog zijn, dat zijn nog 2, denk ongeveer 3, 5 misschien. Als ik goed nadenk. En ik ben ook nog naar de Nether geweest. Ik ben heel snel nog naar de Nether geweest. Daarmee ben ik ook level 15. En daarmee is de grond ook klaar. Dus ik heb nog een paar klei nodig, een beetje klei dus. Maar eigenlijk kan ik dat nu snel doen. Hopelijk ga ik snel klei kunnen zien. En oh nee, ja, langs hier gaan we niet kunnen. Want ja, anders gaan we gewoon dood. Au. Njam. Ik ga eerst kijken in de meer. Of in het meer, sorry. Voilà. Oh, hopla, mijn spawner. Jullie konden het zelf horen, er is een skelet ingevallen. En hij heeft, ik weet niet, heeft hij iets gedropt? Ik weet het niet. Gewoon ineens een skelet en zo vallen. Ik dacht dat het van mijn spawner was.
Maar moeten we zoeken voor grijze blokjes. Grijze blokjes dat we kunnen hakken. Ah, gevonden. Ademhalen en dan graven met die handel. Ik denk dat het nu al genoeg is, maar voor zekerheid nog wat hakken. Oké, best pak ik adem en pak ik de klei dan naar beneden of naar boven is gegaan. En hier is er echt super veel klei. Wow, dat ik niet begon met dit stuk. We gaan tot en met de stack. Of ja, we hebben een stack en ik moest toch naar boven, want ik moest gaan ademen. Ik denk wel dat dat wel genoeg is. Hopelijk wel, want anders weet ik het niet meer. Ik hoor eigenlijk iets. Oh, daar nog een wolf. Dus ik had die wolf daar daar ongeveer gevonden. Eigenlijk was het meer zo daar, bij dat kleine, heel kleine grotje. En jongens en meisjes, jullie kunnen ook zien dat mijn pompoenen en mijn meloenen aan het groeien zijn. Dus elke keer als ik meloenen ga zeggen in de survival, altijd meloenen. 3 keer meloenen achter elkaar. En dit is mijn nieuwe hond. Dus ik ga eerst mijn klei ombakken naar blokken. En dan doen we gewoon heel erg makkelijk. We pakken dit stuk. Dit stuk. Beest is er al klei uit de oven. Dus 32 klopt als een bus. En dat doen we hier in de kisten. Hier heb ik ook mijn kistenkamer, by the way. Dus dit gaat nog wel blijven staan. Oh ja, nu moet ik nog nadenken. Ja, voor mijn enchanting table. Had ik ook nog niet aan gedacht. Dan gaan we ergens in die Lego cave passen, hopelijk. En dan kan ik dit wel opvullen met steen. Maar beetje bij beetje komt alles groter te worden. En komt alles wel weg. Had sommige dingen wel weg. Maar had ik er niet in de oven gedaan. Sommige dingen gaan weg, maar sommige dingen komen erbij. Dus daarmee moet je ook herinneren van, stel, dit huis gaat weg, maar ik bouw wel een nieuw, mooier huis, groter huis, beter huis dan dit huis. Het waren 3 huizen in 1 zijn. Wauw. Zoals ik zei, hier komt er mijn Lego blok. En had ik ook nog ideeën, dus eigenlijk heb ik een klein kaartje gemaakt, min of meer, waar ik zo dingen opschrijf, wat ik misschien in de volgende video's ga maken. Dus hier ergens, misschien waar die boom hier staat, ga ik een haven maken. Beter hier. Hier gaat dat weer, hier gaat dat meer passen, want zo dichter bij de zee. En natuurlijk mijn cactussen gaan ook wel blijven staan. Mijn boom blijft staan, mijn farm hier blijft staan. Mijn enderporto blijft staan. Voor de rest staat gewoon mijn huis, gaat dat daar staan. En daar kan je ook al zien, mijn huis is beetje bij beetje samen aan het komen. Zoals ik zei, mijn huis is beetje bij beetje aan het samenkomen. Ik ga eerst wachten op mijn klei tot blokken en dan kan ik mijn bakstenen bricks maken. Dus tot straks dan. Je kan al zien, ik heb al redelijk veel gedaan, eigenlijk heel veel gedaan. Ik heb de onderkant helemaal compleet, dus alles kan, mijn kisten, mijn ovens kunnen hier allemaal in. En dan uiteindelijk de pisten door, maar daar ga ik wel nog later op zien, want ik ga blij zijn wanneer dat dit huis eindelijk klaar is. Want sorry daarvoor, nu dat ik nog bezig ben, is mijn huis eigenlijk bijna af, min of meer. Maar het is bijna 6:30, dus ik heb hier bijna een uur aan gezeten. Dus wel redelijk goed dat ik zoveel tijd in mijn project stop. Maar ook niet, want mijn bakje is bijna plat, daarom pak ik even de kabel. En misschien kunnen jullie dat ook horen. Mijn controller is bijna plat. En nu is hij aan het opladen. Dus het enige wat ik nu nog moet doen, is nog heel veel bricks gaan halen. En glass panes. Dus dan zie ik je zo. Tot straks. Oké, jongens en meisjes. Ik ben eindelijk klaar met het huis. Badaboom, badabam. Ja, ik moet zeggen, dat heeft me bijna een uur geduurd. Vooral eer dat ik alles compleet heb. Ik mis hier nog 2 dingen, of ik ga het gewoon zo laten, maar ik weet niet. Mijn huis is tenminste klaar, daar ben ik blij mee. Ik zal waarschijnlijk wel gewoon
offline gewoon de trapdoor en zo die dingen. Met de pistons uitkiezen en uit. Ja, gewoon doen. Want nu heb ik echt geen zin meer. Het is al bijna 7 uur. En ik begon de video om 5:30 of zoiets. En wauw. Maar er zit er nog maar één ding op, jongens en meisjes. Al mijn dieren zijn buiten. Riphuis. Hopelijk gaat het niet verspreiden naar mijn dierenvorm. Dan wil ik niet dat het gebeurt. Eerst alles, wel, mijn kisten kunnen wel blijven, hopelijk. Dit kunnen wel kisten, survive dat eigenlijk, denk ik. Hopelijk. Maar ja. Mijn huis staat nu letterlijk in de fik. Waar ik niet echt blij mee, maar ik bedoel, ik ben er half. Half mee blij, half niet mee blij. Want ik wou een nieuw huis. Ik heb nu een nieuw huis, maar ik wou dit huis niet kapot maken. Maar ik bedoel, jullie kiezen, als Milan zei dat ik mijn huis moest afbranden. Alsjeblieft Milan, hopelijk ben je nu wel blij. En ja, hallo. Ja, het is wel aan het verspreiden. Maar oké, jongens en meisjes. Ik zal niet te vuur, en well, ik zal wel vuur tegenhouden als het bij mijn dierenvorm is. Maar jongens en meisjes, voor de rest zal ik gewoon mijn huis zien afbranden. Hopelijk heb je genoten van deze video. Geef een like, abonneer, hier beneden, klik op het belletje dat je nu die video mist of vergeet. En dan zie ik hem later. Ik zal mijn huis laten afbranden. Ik zweer, ik ga het niet laten stoppen. Dan zie ik hem later. En dikke, vette, doei.